Welcome guys, everybody, the new ones and the old ones. We are gonna separate you into groups of two, and you will all get a sheet of sticker, have safe and unsafe, and you will given a specific route that you will need to follow and find locations within the area that you consider safe or unsafe and target. We zijn onderdeel van Eiland 8. En Eiland 8 is een project geïnitieerd door de woningbouwcorporaties, waarin 8 flats in Kanaaleiland tegen de vlakte gaan. En in de tussentijd worden hier kunstenaars uitgenodigd om hun werk te komen doen. En Nikos heeft dus iets in het leven geroepen dat Nightwalkers heet, waarin hij met die groep nieuwe kunstenaars, en dat is steeds een wisselende groep, 's nachts wandelingen gaat maken. Wat is eigenlijk de bedoeling van het plakken van de stickers in deze wijk? Nou, wat voor mijzelf de bedoeling is, is dat je meer een soort dialoog ontstaat over veiligheid en onveiligheid. We hebben zelf best wel gesproken over of we onszelf onveilig voelden in Kanaaleiland. En veel mensen zeggen al dat in Kanaaleiland onveilig is op straat. Maar iedereen die ik ken, die hier woont, voelt zich eigenlijk het meest onveilig wat betreft inbraak. In de winter is het hier nogal glad. Ik ben hier zelf al een paar keer flink gevallen. En die scooter die hier net langs gaat, die ging net ook. Dus ik denk dat ik even een sticker hier op de grond, omdat die gewoon te glad is. Ik heb daar een sticker geplakt op die garage. Het is eigenlijk bedoeld voor die lage appartementen hier. Die vind ik onveilig, omdat er veel meer wordt ingebroken en ook veel makkelijker wordt ingebroken. Afterwards the night walks, there was a dialogue here. What did you discuss? We came back and we decided to all sit down and trace on the map all the places that people tagged with stickers as safe or unsafe. More as a way to explore if things can actually be tagged as black and white. What we're aiming is creating an open discussion and a starting point for people to rethink about these notions. What's the next step? We do hope that people question why the stickers are there, but what we're trying to do with the Nightwalks is every time come up with creative event that would somehow become part of a chain of events. Eventually it will come in a publication or in a report and so forth, including visuals. But it's an ongoing process. It's a series of trial and error. We're trying out things. We're hoping things are respond creatively to that and attend, and we go on from that.